Geliefde familie, vrienden en bezoekers van Winners Harvest Worship Center. Helaas hebben we allemaal te maken op dit moment met het coronavirus. En je hoort eigenlijk bijna niks anders. Maar wat wel goed nieuws is, is dat wij als kerk toch nog samen kunnen komen. Al is het maar met 30 mensen. We zijn heel erg dankbaar. We zijn God dankbaar, maar ook de regering dankbaar dat we toch nog de mogelijkheid hebben om een samenkomst te hebben. Op dit moment is er veel angst, onzekerheid en twijfel. Maar daarom is het zo belangrijk dat je het woord van God hoort. We hebben ons aan de regels gehouden, de stoelen zijn opgesteld, 1,60 zelfs van elkaar af. U bent meer dan welkom om een van onze samenkomsten bij te wonen. Fysiek of online, het maakt niet uit. Als u fysiek aanwezig wilt zijn bij een van onze diensten, dan is woensdag de gelegenheid. Woensdagavond van 7 uur tot en met 9:30 hebben wij Bijbelstudie. Wij hanteren de regel, vol is vol. Dus wie het eerste komt, die het eerste maalt. Dus wees op tijd en zorg dat u een stoel bemachtigt. Als u, om wat voor redenen, verhinderd bent om niet te kunnen komen op de woensdagen, u kunt onze Bijbelstudie ook online volgen. We streamen live op onze YouTube-channel en op Facebook. Onder de naam Winners Harvest Worship Center. U kunt ons niet missen. Zorg dat je de notificatiebel aanklikt, zodat u ook een melding krijgt. En bij kan wonen en kan luisteren naar wat God op dit moment tegen u wilt zeggen. Op de zondagen dient u zich wel te registreren. Waarom? Want mensen komen van heinde en ver naar deze kerk. En we willen er zeker van zijn dat u een plek heeft. Het zou toch zonde zijn dat u voor de deur moet wachten? U kunt zich registreren op de volgende manieren. U kunt telefonisch contact opnemen met ons secretariaat of via WhatsApp het volgende nummer bereiken. 06-37-33-2197. Ik herhaal 06-37-33-2197. Daarnaast kunt u ook een mailtje sturen. U kunt e-mailen naar het volgende e-mailadres. info@winnersharvest.com. Wees er snel bij en zorg ervoor dat u een stoel bemachtigt. Elke zondag hebben wij de volgende diensten. Een fundamentles, die is van 10 uur tot en met 11 uur. Om 11:30 beginnen wij met de eerste dienst. En dat zal eindigen om 11:30. En de tweede dienst is van 2 tot 4 uur. Op de laatste zondag van de maand hebben wij Healing Campaign. Waar de tweede dienst vervalt en waar wij de healing campaign zullen laten plaatsvinden van 6 uur tot en met 8 uur 's avonds. Wilt u erbij zijn en een van onze diensten bezoeken? Registreer u dan nog vandaag. Omdat we nu op dit moment in een crisis zitten, oftewel de coronacrisis, hebben we besloten als kerk om meer te gaan bidden. Gebed is heel erg belangrijk. Wij geloven dat als wij bidden, dat God beweegt. Daarom hebben we onze gebedsdiensten vermeerderd. Niet alleen hebben wij de Early Morning Glory van 5 tot en met 7 uur, waar u fysiek bij aanwezig kunt zijn, maar we hebben ook onze kerk opengesteld op de volgende tijden, van 12 tot en met 12:30 en van 5 tot en met 5:30. U kunt dus fysiek bidden. En daarvoor is geen registratie nodig. U bent meer dan welkom. Laten we samen bidden. En als u niet fysiek hier aanwezig kunt zijn, bid u met ons mee op deze tijden, zodat we samen in gebed kunnen staan. Het is heel belangrijk dat als u zegt dat u een christen bent, dat u bidt voor uw land, dat u bidt voor uw regering en dat u bidt voor deze natie. Ik wens u een hele gezegende dag. Dit waren de algemene mededelingen voor deze week. Bless you, love you, bye!